Dit is oude tongen op hoogvlakke. Uit 300 mensen in de totale omvang van deze ontzettende ramp in de omgeving van het dorp Oosterland aan datzelfde eiland is over grote afstanden alles vernield. En toen zeiden ze, het water stond nou weer een meter hoog. Niemand had in de gaten dat dat water over die dijken zou komen. Hier in deze gang was een paard binnengekomen zwemmen. En toen kwamen we bij de garage en de bel in de auto gezet. En daar ging de auto met water en al, die spoelde zo weg. In 1953 zag het er hier heel anders uit. Overal waar je keek, water, water en nog eens water. Nederland wordt overvallen door een gigantische storm. De dijken breken door en een groot gedeelte van Zuidwest-Nederland overstroomt. Polders en akkers stromen vol, huizen stromen over. De golven komen tot wel 2 meter hoog en veel mensen en dieren verdrinken. Het water stond tot hier. Zo, zeg maar zeggen, 10 centimeter, 20 centimeter en had hij over de dijk gelopen. Ik ben korvisser. Ik kom uit Schravendeel en toen de watersnood in 1953 hier kwam, toen was ik 26 jaar oud. Dokter Bijl had hier zijn praktijk en hij woonde hier ook, maar het was enorm druk en alle mensen die wat schade opgedaan hadden of pijn hadden, die kwamen allemaal hier naartoe en ook uit angst, want overal water kwam overal vandaan aanstromen en dit was het hoogste punt, dus dacht men, hier ben men erg veilig. Hier zie je een heel mooi schilderij, hoe dat hier eigenlijk spookt op de kaart. Eind januari, de nacht van 1 februari, toen lagen wij gewoon te slapen. En toen om 4 uur kwam de familie Smaal, Cor Smaal, die kwam op de deur en die kwam ons waarschuwen. Want er zou iets gebeuren dat nog nooit gebeurd was. We zijn dus in de auto gegaan en toen zijn we enorm geschrokken, want toen reden wij het water in. Toen was die dijk, was aan het doorbreken bij het kruispunt en toen reden wij in het water. Toen zijn we het dorp ingegaan, toen hebben we helemaal met de klakson allemaal geroepen, er komt water. En dat is toen, net waren wij binnen in het dorp en toen ging de klok luiden. En dat is heel angstig om te horen als zo. Ja, het was donker en dan de klok luidde. En nou ja, het klopte precies. Het was één grote ramp op Schravendeel. Een hevige orkaan samenvallend met een springvloed bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die er nog niet vast te stellen schade veroorzaakte. En helaas vele tientallen mensen. De Molendijk, dat is eigenlijk het grootste drama van Schravendeel geweest. Want daar zijn de meeste mensen verdronken. Vooral omdat daar toen het water uit de Muipolder over die dijk ging. En daar vandaan zijn er al 3 of 4, ik weet niet exact meer, gaten in die dijk geslagen. En op die dijk zaten dus verschillende plaatsen nog mensen. En die konden niet meer af. Het waren kleine eilandjes geworden. En die zijn wij er toen s'nachts met een roeiboot nog afwezen halen. Dus ontzettend moeilijk, omdat er zo'n sterke stroom stond. Maar gelukkig hebben ze kunnen redden. Boven het noordelijke en westelijke deel van de Noordzee moet een zware storm tussen noordwest en noord. Als ik nu voor het schilderij sta, dan kom ik weer onder de indruk hoe erg dat geweest is. Ook voor het vee. Want op de dijken die er waren, vooral de Strijse dijk die er vlakbij is, daar liepen al die dieren. En die hadden ook net zoveel angst als dan de mensen hadden, want er waren ook veel dieren verdronken hier. Want ja, alle dieren konden niet gered worden. En dat was natuurlijk ook een ramp, ook voor de gezinnen. Het meeste staat me bij dat ontstellend hard woei en dat het zeer koud was. En dan toen ik s'avonds thuis kwam, of s'nachts thuis, om 4 uur denk ik, dat ik zo moe was dat ik bijna niet meer kon staan. De overstroming liet grote sporen na in het werkgebied van het waterschap Hollandse Delta. Ook de boerderij waar Leen Naakt geboren woonde, werd getroffen. Ik ben Leen Naakt geboren uit het gehucht Nieuwedijk bij Goudswaard. In 1953... was ik 4,5 jaar oud en ik woonde met mijn ouders op de boerderij hierachter.
Het begon doordat de mensen die hier op de dijk woonden, deze dijk, dat was een lintbebouwing, daar waren de huizen stonden aan de waterkant, stonden die op de dijk. Daar was het water al tegen de huizen en in de huizen gekomen. Die mensen werden bang. Mijn ouders lagen in de boerderij en ik nog te slapen. En die mensen kwamen mijn ouders wakker maken. Het wordt gevaarlijk, wakker worden. En die konden niet meer in haar eigen huis blijven. En zijn toen bij ons in huis gekomen. Bij mijn ouders in huis gekomen. Want daar was het droog en daar was nog nooit water gekomen. Vanaf hier is er 100 meter dijk. Is er in één keer helemaal de polder ingekomen. En we zijn met z'n allen de zolder opgegaan bij die drie ramen. En daar hebben we, daar zaten we opgesloten dat we niet verder konden omdat het water te hoog kwam. En waren totaal met 12 personen waren we daar. Hier in deze gang was een paard binnengekomen zwemmen. Een Belgisch werkpaard, zo'n grote, die was er ingezwommen, kon hier niet meer keren, is op zijn zij komen te liggen en heeft in doodsangst de muren aan de zijkant eruit getrapt. En dat was het geluid wat ze op zolder hoorden, het huis schudde, de muren stortten onder zich in, iedereen raakte in paniek. Toen zijn we naar de schuur gegaan. Toen moesten we vanaf dit bordes naar daar, de bovenkant van het schot, daar moesten we naartoe. Hieronder was 2,5 meter water. Het stormde hard en iedereen was in paniek. En zo moesten we over een smalle balk van 20, 25 centimeter breed, daar moesten we overheen kruipen. Nou, dat is behoorlijk eng hoor. Ik ben met een touw om mijn middel, want als ik eraf zou vallen, dat weet ik nog wel, dan konden we ze me zo weer terugtrekken. Die balk die lag hier op dit bordes en die ging over naar de andere kant, 6 meter verder, over het water heen. Daar zat Vlas in dat gebind en dat Vlas dat strengelt in elkaar, dat gaat niet uit elkaar, dat blijft één grote massa. En daar dachten ze, we hebben iets wat drijft, waar we op in veiligheid ons kunnen brengen, als het hele gebouw instort. Zondags, de eerste dag, is er een roeiboot vanaf het gehucht Nieuwe Dijk komen varen. Die is aan het huis, aan de voorkant heeft hij, voor de ramen zijn ze aan het roepen gegaan, of dat er nog mensen waren, hebben niks gehoord. Iemand is weer over het balkje heen teruggegaan, heeft een wit laken bij het voorraam gehangen van het huis. Weer een dag later is er iemand komen lopen over de dijk. Die zag dat laken hangen en die had die zondag in die roeiboot gezeten. En die zegt, gisteren was dat laken er nog niet en nu wel. Dus er moeten mensen zijn. Die man is weer een boot wezen halen en is naar hier komen varen en is door de deuren heen naar binnen komen varen. Ik zie hem nog komen. Zo indrukwekkend. Denk maar eens als klein kind dat je ouders helemaal in paniek zijn. Dat je de beesten hoort verdrinken. Op je eigen veilige plekje, je huis, het is toch het veiligste wat er is. En dan je ouders in paniek en het water erin en al die ontreddering. Dat draag je je leven lang mee. Een van de zichtbare herinneringen aan de watersnoodramp zijn de Scandinavische noodwoningen, die toen als noodhulp zijn neergezet. Ik ben Els Dekker en ik heb de watersnood meegemaakt toen ik 9 jaar was. En ik woonde in Nieuwetongen.
En toen kwam dat water, daar kwam met een gang hier, al die polders in. En alles, die huisjes die er allemaal stonden, ja, dat was natuurlijk, die waren gewoon zo weg. Vooral de kleine huisjes die bij de boerderijen stonden. En waar moesten die mensen dan in wonen? Toen ze terugkwamen? Ja. Ja, er waren heel veel van hun eigen huizen waren natuurlijk beschadigd. Sommigen konden opgeknapt worden, maar sommigen die waren gewoon helemaal, die moesten gesloopt. En dat hele gebied hier waar dat water gestaan had, dus op Flaké, voor de putten, goede over Flaké, daar kregen wij huizen uit de Scandinavische landen. Dus uit Noorwegen, uit Zweden, uit Finland. Want die hadden veel hout en die hebben houten huizen gemaakt en die hebben ze hier naartoe gestuurd. Goedemiddag. Mogen we even binnenkijken? Wij maken een wandeling hier. Hoe was het nou die nacht? Er was harde wind. Windkracht 9 was het. En er was hele hoge golven waar er hier op de Haringvliet en in de Volkrak overal. En mijn vader had nog tegen mij gezegd, ga jij maar eens in de auto zitten. Maar ik had een klein broertje, die was 3 jaar. En ik was net zo oud als jij, ik was ook 9. Ja. En toen had ik zijn jas aangetrokken en zijn schoenen. En toen kwamen we bij de garage. En dan ben ik in de auto gezeten en daar ging de auto met water en al, die spoelde zo weg. En toen stond ik nog droog. En wat zo opeens, dan, je denkt daar niet bij na, ik ben toch naar binnen gegaan samen met de broertje aan mijn hand. Nou, toen gingen alle matten drijven in de keuken, moesten we allemaal zo van die grote stappen nemen, weet je wel. Dan zag je steeds op naar beneden, hè? Ja. Want je kan niet blijven staan op zo'n mat. En toen gingen wij naar boven. Hoe bent u gered en waarmee? Ik ben gered met een vlootje. Eerst gingen we gewoon naar in ons eigen dorp. In Nieuwetonken gingen we naar de dijk. En daar hebben we nog een paar dagen in een ander huis weer gezeten. Met 14 mensen zaten we daarin. En daar hadden we geen wc. Dat was nog erg. Die stond beneden aan de dijk, maar in het water. Dus we moesten allemaal op een klein potje plassen en dan moesten we steeds, moesten we moeten dat leegmaken. Hoe zag het er buiten uit? Ja, in de straat. Ja, alles was kapot. De sloten die stonden vol water, maar er lagen oude fietsen in, karretjes. En ja, af en toe ook nog wel eens een verdronken hondje of een verdronken kat. Die hadden natuurlijk ook niet allemaal gered. En dat moest allemaal opgeruimd. En in ons huis, ja, daar hadden we geen meubels meer, want die hadden zo lang in het water gestaan. Als je daarop ging zitten, dan zakte het zo in elkaar. Ja. Dat bleef niet goed. Dus mijn vader had meubels getimmerd. Van 2 kistjes met een plankje erover. En daar zaten we op. Dag mevrouw, hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Bedankt. Tot ziens. Na de ramp zijn de Deltawerken gebouwd. Met als pronkstuk de Oosterscheldekering bij Neeltje Jans. Maar ook in de toekomst moeten we ons blijven beschermen tegen hoogwater. Daarom zorgt het waterschap Hollandse Delta ervoor dat iedereen in het gebied met een gerust hart kan wonen en werken achter veilige dijken. Wij voelen ons echt, laat maar zeggen, 99% veilig. Dat geeft een heleboel rust en zekerheid. Kijk, we hebben nu hier voor deze zeearm hebben we de Haringvlietsluizen. En ja, we mag er maar op vertrouwen dat die techniek goed in orde blijft.